Een concentratieverschil. En wat krijgen wij dan? Die zijn er daar oorzaak. Die leiden tot het verschil. Maar welk natuurkundige woord? Spanning. Ja, ander woord. Een potentiaal verschil. Ja. Dames en heren, het gevolg van deze kwestie is dat een elektrische potentiaal bestaat over de membraan. Als je hier, dat kan, twee elektroden inprikt binnen en buiten de cel en je zet er een voltmeter tussen, dan meet je een potentiaalverschil. Altijd, bij elke cel. Vooral bij zijn cel. Ja. Moet natrium niet plus? Nee hoor, natrium is echt plus, maar je kunt toch grote verschillen krijgen, omdat de hoeveelheden van die dingen zo verschillend kan zijn. Klinkt een beetje gek met twee plusjes. Nee, het kan. Oké. Het punt is nou dit, hè. Normaal gesproken is er dus een bepaalde rustsituatie in die ionenverdeling binnen en buiten zo'n cel. Als nou zo'n cel een opdoffer krijgt, en dat bedoel ik eigenlijk mee misschien wel letterlijk een opdoffer, dit dus, bijvoorbeeld, opdoffer, dan creëert die prikkel een verstoring van dit prikkel. Die membranen die zijn gevoelig voor prikkels. In dit geval dus voor een drukprikkel. En het gevolg van een drukprikkel is dat hier in die huid dus een aantal zenuwcelletjes als het ware verstoring krijgen van die natrium-kaliumbalans. Dan ga ik even hier doen. Deze cel, die haarcellen uit het slakkenhuis, krijgen opdoffertjes en daardoor doet zich een verstoring voor in die natrium-kaliumbalans van die celmembraan. En die verstoring die plant zich voort op een volgende cel, de zenuwcel. Zodat ook deze membraan wordt verstoord. En de grap is nou, dit is één cel met een lange uitloop. En dat leidt ertoe dat die verstoring die zich hier voordoet, dat die verstoring zich kan voortplanten over die hele cel. Het is een levende cel. Levende cel. En verstoring van lading kan zonder verlies aan lading helemaal over die meter desnoods van die membraan tot het eindpunt. Vakterm in de biologie, dit noemen wij een actiepotentiaal. Heel snel. Dan moet je denken in termen van 50 kilometer. Dus je kunt zeggen, het zenuwstelsel kost eigenlijk nauwelijks tijd. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar hoe kan je een ionen dan bij Ja. Door een prikkel worden die membranen beïnvloed, waardoor ze razendsnel ionen de andere kant uitsturen. Wat je eigenlijk niet wil, zou je kunnen zeggen. Alleen, ja, het is gelukkig wel het begin van elektrisch stroomtje. Nou kunnen we ook misschien een beetje aanvoelen dat er dus geen elektriciteit is in natuurkunde dergelijke. Want wat je doet, is namelijk over deze membraan gewoon die natrium-kaliumbalans steeds verstoren. Een verstoring op één plekje leidt tot een verstoring op een volgend plekje. Leidt tot een verstoring op een volgend plekje. En zo plant zich dat verstoringsgedoe helemaal voort. En even later wordt dat weer hersteld. Krijg je weer de rustsituatie. Kunnen jullie dat ongeveer vatten? Ja. Nou, dan zien we dus dat in het zenuwstelsel dus een soort elektrische potentiaalgolf, een vakterm actiepotentiaal, zich over zo'n lijn voortbeweegt, ja, tot het eindpunt. Dat kan een centimeter zijn, een millimeter en zelfs een meter. En waar komen we dan uit? Nou, laten we maar ons gehoorvoorbeeld nemen. Dan komen we uit, zeg maar, denken die oren. Ik heb het hier over een elementje uit de gehoorzenuw, daar heb ik het nu over. Die bestaat al uit een miljoen van die draden. Een enorme zenuw. En die draadjes komen uit in het onderste gedeelte van je hersen. Daar ergens, het verlengde merg. Daar komt het binnen. Dat is de in- en uitgang van je hersenzenuw.
Het eindstation van al die vezeltjes is het onderste gedeelte van je hersenen. Wat gebeurt daar? Kijk eens, we zijn hier. Dit stelt nu voor gehoor, gehoorzenuw, hersengedeelte. Hersengedeelte. Dus die oorzenuw komt binnen. Ja, die weet je wat er terechtkomt? In een enorm gebied van zenuwcellen. Miljarden. Die hersenen. Miljardencellen. En die zitten allemaal op een of andere manier wel aan elkaar geknoopt. Dat geeft een gigantisch celnetwerk. En wat gebeurt er dan? Ja, dan worden gerekend. Gerekend. Stroompjes worden een bepaalde kant uitgestuurd. Linksaf, rechtsaf. Hé, er ligt een printplaat in je hersens. Er ligt een model in je hersens waar langs die stroompjes gaan lopen. Afhankelijk van welke energie er precies binnenkomt, hè? Hoeveel pulsjes per seconde, hoe zijn er, worden alle leidingen tegelijk aangeslagen. Ik hoop niet voor iemand, maar gelijk een ongelooflijk barrel aan je hoofd. Maar een beperkt aantal tegelijk, alstublieft. En dat leidt dus tot bepaalde vormen van rekenen door al die cellen. Dus geen groot probleem voor. Stel je voor dat die celletjes allemaal lekker aan elkaar zitten. Zijn gebleven. In de onderhuid zitten die cellen echt aan elkaar. Zo. Stel je voor dat dat bij zenuwcellen ook zo is. Wie ziet één probleem? Ja, dat is allemaal in elkaar. Juist. Dat betekent dat alle cellen met alle cellen in verbinding staan. Dat moet u dus naproberen te doen bij het bouwen van een versterker. Ja, niet goed. In elektronica hebben we precies hetzelfde probleem. Daar kun je ook niet zomaar alle elektriciteitsdraadjes aan elkaar solderen. Dat gaat hartstikke fout. Hoe lossen wij dat op in de elektronica?